Groot Freek, daar ben je nu naar aan het kijken. En als eerst natuurlijk, dankjewel. Bedankt. Dankjewel voor je views, je likes, je reacties. Wat nog meer? Dat, dus, dankjewel. Bedankt. 3, 2, 1, actie! Ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt gehad. En wat trouwens heel erg cool was... was dat afgelopen donderdag bij onze live première op... Kinderachtig donderdag! Om 4 uur! Dat er heel veel kijkers waren die naar onze live première aan het kijken waren van de film Informerica. Ja, dat is echt een supercoole film die inmiddels al meer dan 12.000 keer bekeken is. Trouwens, als we het toch over de kijkcijfers hebben... De tussenstand van welke films op dit moment in de finale staan, dat is toch wel een beetje veranderd. Check dit maar eens. Zoals je ziet staan op dit moment de films Stoepkrijt, Knuffels, Kerststress, Syrië, Ik mis je en Lekker belangrijk in de finale van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival in bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam. Laten we snel doorgaan naar de film die komende Kinderrechten Donderdag in première gaat hier op ons YouTube-kanaal. En dat is de film De Nieuwste King. En wat wel heel speciaal is bij deze film, die is niet gemaakt op een school. Waar dan? Op Cinekit. Cinekit? Cinekit is het grootste kindermediafestival van de hele wereld. En het festival is elke herfstvakantie in Amsterdam. Meer weten? Check een website of check ze op Instagram. Maar wat is er met Cinekit? Op Cinekit hebben we dus een kinderrechtenfilm opgenomen. En met allemaal abonnees van ons YouTube-kanaal. Maar iedereen die dus deze video kijkt, kan zo'n kinderrechtenfilm opnemen met jullie? Iedereen, maar dan ook iedereen op ons YouTube-kanaal, kan met ons een kinderrechtenfilm opnemen. Ik zal je straks vertellen hoe dat in zijn werk gaat, maar laten we eerst eens even kijken... hoe zo'n filmdag er eigenlijk uitziet. Het was een hele leuke filmdag, waarbij we 's ochtends het verhaal hebben bedacht. Daarna was het tijd voor de kleding en make-up. 'S middags namen we met elkaar de film op. Hey, hoe was het vandaag? Leuk! Ja, dat is best wel cool. En als jij nou ook een kinderrechtenfilm met ons wil maken, dat kan. En daarvoor heb ik mijn broer uitgenodigd uit Rusland om het jullie uit te leggen. Ja, misschien begrijp je er niet zoveel van, maar af en toe heb ik echt het idee dat ik gewoon Russisch aan het praten ben met jullie. Want ja, we hebben al heel vaak gezegd, wil je meedoen met ons om een kinderrechtenfilm te maken? Ja, mail dan. En iedereen zegt dan, oh, ik ga mailen en ik ga het zeggen tegen mijn juf of mijn vader of mijn moeder. En dat is hartstikke goed, alleen we krijgen echt super weinig mailtjes binnen. Dus ja, nogmaals, wil je meedoen? Mailen naar ons. Heel simpel, een mailtje sturen en je kan meedoen. Moeilijker is het niet. Hij zegt, waarom moet je vader, moeder of juf of meester eigenlijk een mailtje sturen? Je kan toch ook gewoon zo meedoen? Nee, dat gaat niet. En dat komt omdat wij toestemming nodig hebben van een volwassene. Dus van iemand die ouder is dan 18 jaar en die zegt dat jij mee mag doen. Ja, en dan is het eigenlijk geregeld. Dus moeilijk is het niet, toch? Oh ja, die film, De Nieuwste Game, die wij dus hebben gemaakt op Cinekit. Ja, je bent natuurlijk wel benieuwd hoe die film zou gaan, denk ik. Toch? Ja? Nou, voor jou. Ja, voor jou speciaal dan nu de trailer van de film. Hallo, je moet ons filmen. Wat doe je nou? OMG, dat zijn de megastars. We hebben een groot probleem. Our game is niet verslavend genoeg. Hens heeft geen foto's. Geen foto's? Hoe dan? Dat kan toch niet? We hebben proefkonijnen. Wil jij wat vragen aan mij, aan filmcoach Jeroen of aan filmcoach Filip? Dat kan. Laat het weten hieronder in de reacties. En ja, als je mee wilt doen, dat was heel makkelijk, dat weet je inmiddels.
mailen. Yes, tot volgende week bij een nieuwe Filmcoachspreek. Of tot donderdag bij de kinderrechtenfilm De Nieuwste Game. Doei!